Hallo, de roman Boven is het stil van Gerbrand Bakker begint met een zin die achteraf gezien een hoop vertelt. Ik heb mijn vader naar boven gedaan. Niet gebracht, getild of ondersteund. Nee, de ik-persoon Helmer, een boer van 55 jaar, heeft zijn vader naar boven gedaan. Zoals je voorwerpen verplaatst die je niet meer zo vaak gebruikt. De relatie tussen Helmer en zijn vader is dan ook geen liefdevolle. Maar die zin vertelt nog meer, want het naar boven gaan is natuurlijk een symbool voor iemand die sterft. Helmers vader is niet dood, maar hij is wel aan het einde van zijn leven. Er is dan ook regelmatig symboliek te vinden in deze roman. Het opvallendste voorbeeld is de bonte kraai. Die rondom het huis waakt alsof het een verschijning is van de dood. Het verhaal zit vol zakelijk ogende beschrijvingen waarbij je als lezer tussen de regels door moet lezen. En waarbij je ook af en toe je verbeelding even moet laten gaan. Kortom, niet alles wordt uitgelegd. Zo kom je erachter dat Helmer liever was gaan studeren, maar dat zijn vader van hem verwachtte dat hij de boerderij zou overnemen nadat zijn broer Henk, de gedoodverfde opvolger, was overleden. Helmer is voornamelijk eenzaam en hij praat weinig. Af en toe met de buurtjongens of met de buurvrouw Ada en natuurlijk noodgedwongen met zijn vader. Na een blik op de wijze plaats zegt hij, ik heb honger. Ik heb ook wel eens honger, zeg ik. De klok tikt rustig verder. De gordijnen zijn dicht, zegt hij dan. Ik loop naar het raam en trek de gordijnen open. Helmer ontvangt een brief van Riet, de vroegere vriendin van zijn tweelingbroer Henk, die in zekere zin schuld draagt aan diens dood. Ze vraagt of haar zoon, die ze vernoemd heeft naar Henk, op de boerderij mag komen werken. En dat is het moment dat Helmer de confrontatie aangaat met zijn verleden, met zijn dromen en met zijn genegenheid voor Jaap, de vroegere knecht op de boerderij. Terwijl hij langzaam afscheid neemt van zijn vader. Ik heb hem van beneden naar boven gebracht en nu mag hij wat mij betreft op het dak gaan zitten. En daarna in de hoogste toppen van de populieren langs het erf om vervolgens door een windvlaag weggevaagd te worden, de lucht in. Dat zou het beste zijn, dat hij zomaar zou verdwijnen. Boven is het stil wordt een streekroman genoemd of een plattelandsroman. We hebben tenslotte te maken met een boer, weliswaar in een identiteitscrisis. Een roman die positief werd ontvangen en meerdere malen is bekroond en waarbij de sobere stijl opvalt. Korte zinnen en zakelijke beschrijvingen die de eenzaamheid van Helmer en de stilte op de boerderij steeds maar weer bevestigen. Een bruiloft is natuurlijk een symbolische gebeurtenis waarbij de liefde tussen twee mensen centraal staat. Met overigens wat administratieve en sociale gevolgen. In films wordt deze symboliek regelmatig gebruikt. Van Bridesmaids naar Melancholia, van Kill Bill naar Four Weddings and a Funeral. De boeken van Nora Roberts en Sophia Kinsella daargelaten is de symboliek van een bruiloft in literatuur vaak geen reproductie. Maar gaat het om de weg er naartoe of nog vaker wat er daarna gebeurt. Denk aan Madame Bovary, Atonement en Revolutionary. Wrote. Shakespeare laat de bruiloft tussen Romeo en Juliet zelfs helemaal niet op het toneel plaatsvinden. Hoewel een titel als Bruiloft aan Zee heel goed zou passen bij een chicklit roman, heeft Abdoukale Benadi deze gekozen voor een zwierend boek met een pratende wervelwind als verteller. Het verhaal is eenvoudig. Lamarat Minar is een 20 jaar oude jongen die in Nederland woont en oorspronkelijk in Marokko is geboren. Zijn zus Rebecca is uitgehuwelijkd aan zijn oom Moza die nog in Marokko woont en die graag in Europa wil komen wonen. Maar deze Moza hecht veel waarde aan zijn vrijheid en aan zijn bezoekjes aan de Bar Lolita met vrouwen van lichte zeden. Hij knijpt er tussenuit voordat de bruiloft kan plaatsvinden, gaat naar de hoeren en zet het op een drinken. Lamarat krijgt de opdracht om zijn oom te vinden en terug te brengen. Wat opvalt aan de structuur en de vertelwijze is dat de autoriële verteller volop aanwezig is en alle kanten opzwiert. Zo kan hij in een hoofdstuk in één zin vertellen dat Lamarat zijn oom heeft gevonden om vervolgens de rest van het hoofdstuk te vertellen over de aankomst van de familie Minar in Marokko. Een belangrijk motief zijn de culturele verschillen tussen het gezin dat uit Nederland komt en de rest van de familie uit Marokko. Enkele tradities als besnijdenis en het opvangen van maagdenbloed na de huwelijksnacht worden in de climax van het verhaal in een iets wat aangepaste vorm door Rebecca uitgevoerd. Het lezen van Bruiloft aan Zee is door alle uitweidingen en associaties een wat chaotische ervaring, waarbij taxichauffeur Galit overal bij aanwezig lijkt te zijn. Een verhaal als een poppenhuis, met Rotterdam als maanzaadstad, met Lamarat die mens ergie niet kampioen had kunnen worden, met een foetus die in de baarmoeder geluiden maakt en met een oma die een verbond met God sluit. In deze explosie van sprookjesachtige verhalen hebben we te maken met een verteller die daadwerkelijk in de orale verteltraditie lijkt te staan. En het verhaal eindigt met het begin van het einde van een wereld waarin de mannen de dienst uitmaken. Met Rebecca die daar eigenhandig een stokje voor steekt. Of knipt.
Vliegtuigongelukken zijn sinds het begin van de commerciële burgerluchtvaart een grote angst voor sommige passagiers. 2017 was overigens het jaar met de minste vliegtuigongelukken sinds 1946. De kans om het leven te komen in een auto of in een trein is altijd veel groter geweest. Toch moet het een absurde manier zijn om het leven te komen in zo'n kleine ruimte met allemaal mensen die je niet kent en ieder met zijn eigen verhaal. In 1958 was de vliegtuigsector natuurlijk nog niet zo veilig als nu en was vliegen een unieke gebeurtenis. Edwin Winkels beschrijft in de roman Haar Laatste Vlucht het waar gebeurde verhaal rondom een vliegtuigongeluk in Spanje ten tijde van de dictator Franco. De haar uit de titel is Maribel Sastre, een stewardess van slechts 18 jaar. Het verhaal van deze Maribel is op zich al bijzonder. Een jong meisje dat zich van de katholieke macht onttrekt en al vroeg zelfstandigheid eist door stewardess te worden. Een beroep dat nog niet zo lang bestond. En volgens Maribel een droombaan. De noodlottige vlucht van Vigo naar Madrid is op een dag dat het weer niet meezit. En vliegtuigmaatschappij Aviaco, die niet de beste vliegtuigen bezit, heeft er baat bij dat er wordt gevlogen. Vlak voor de landing verdwijnt het vliegtuig van de radar en het wordt pas enkele dagen later teruggevonden. Een verhaal rondom een vliegtuigramp, dat vraagt natuurlijk om spanning, maar die is er niet echt in deze roman. Het gaat veel meer om de verhalen rondom de passagiers. Zo is er de piloot die de hond wordt genoemd en die nog voor de nazi's heeft gevlogen. Een Chileen die na een mislukt liefdesavontuur zijn land is ontvlucht. Maar het meest aangrijpende verhaal is die van de twee zusjes Josefa en Esther, die na 5 jaar weer herenigd zouden worden met hun ouders en hun andere zusjes. Het boek is gebaseerd op feiten, maar Winkels heeft er wel echt een roman van gemaakt. En laat personages met elkaar praten die het niet meer na kunnen vertellen. Ook werkt hij met verschillende perspectieven, zoals die van Anna, de moeder van Maribel, die jaren later terugblikt op de gebeurtenissen. De berg waar het leven van de personages eindigt, heet haast voorspellend La Mujer Muerta, oftewel de dode vrouw, omdat de toppen van de berg lijken op het silhouet van een liggende vrouw. En daar in de buurt, op 9 december 1958, wordt onder toezicht van heel veel mensen de stewardess Maribel begraven.